Interessante gesprekken met interessante mensen. Daarvoor zorgt het team van In Gesprek Met voor. In Gesprek Met, een ATV-productie. Goedendag kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik denk dat u het al een beetje kan raden, want u ziet het een beetje achter me. In deze aflevering gaan we het hebben over de mooie ontwikkelingen bij de Surinaamse brouwerij. En daar gaan we mee praten met niemand minder dan de directeur, de heer Reinoud Ottevanger. Ja, meneer Ottevanger, welkom weer in gesprek met... Reinoud Ottevanger. Welkom terug in gesprek met... Precies, leuk je weer te zien, Sifra. Welkom in ons nieuwe gebouw. Ja, absoluut. Dus dat is wat ik aangaf. De mooie en positieve veranderingen bij de Surinaamse brouwerij. Hoe was het afgelopen jaar? Want we zijn bijna aan het eind van het jaar. Ah, tijd vliegt voorbij. Ja, er is ontzettend veel gebeurd dit jaar. Dus zoals je kan zien zitten we nu in een gloednieuw hoofdkantoor. Dat is geopend op 16 augustus. Dus inmiddels zijn we 3 maanden hier aan het werk. En dat werkt zeer prettig. Het motiveert de mensen. Het zorgt voor veel betere samenwerking tussen binnen alle collega's, tussen alle afdelingen. Dus geeft heel veel nieuwe positieve energie. Want ik weet nog bij onze laatste gesprek met het afgelopen jaar, hadden we het erover, je keek er naar uit om zelf hier Heineken te produceren en nu zijn we zover. Dat klopt, dat is ook gelukt. Dus ik weet niet wanneer we elkaar spraken, maar op 18 november vorig jaar is unaniem door DNA de wet bieraccijnswijziging goedgekeurd. En wij zijn eigenlijk de dag daarna meteen begonnen met de voorbereiding om Heineken hier lokaal te gaan produceren. Voor en door Surinamers. En in half augustus hebben wij het blikje al geïntroduceerd voor de Surinamese consument. Is zeer goed ontvangen. Men vindt de smaak, zoals altijd van Heineken, goed. Nog wat verser, omdat het nu rechtstreeks uit onze brouwerij komt in plaats van met de boot uit Nederland. En afgelopen zaterdag, en volgens mij was je erbij, hebben wij een groot event op het plein mogen organiseren met 20.000 mensen. Wat gelukkig heel goed is verlopen, daar zijn we trots op. Groot compliment aan ons marketingteam. Maar daar hebben wij het flesje, onze grootste verpakking, hebben wij geïntroduceerd aan de Surinaamse consument. Dus we zijn er trots op dat we nu aan de achterkant zien staan, gebrouwen door Surinaamse brouwerij Paramaribo Suriname. En als directeur zelf van de Surinaamse brouwerij, want je bent er al een mooi aantal jaren bij, wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou persoonlijk als directeur? Enorm trots. Ik ben er nu na 3 jaar, 3 maanden. En we hebben, de Surinaamse brouwerij bestaat al ruim 67 jaar. Onlangs was onze verjaardag. Maar dit jaar hebben we wel met elkaar een paar hele grote historische mijlpalen mogen vieren. En daar heeft iedereen in dit bedrijf, maar ook onze leveranciers en partners, keihard aan gewerkt. Toch in onrustige tijden. Begin het jaar was nog COVID. En helaas nog geen economische stabiliteit, omdat het toch allemaal gelukt is. En dat we met elkaar dit soort mijlpalen samen kunnen vieren, maakt mij ongelooflijk trots en dankbaar. Het is wel een beetje presumptuous voor mij om te vragen, maar hoe ziet het komend jaar eruit voor vooral de ontwikkelingen met zelfgebrouwen Heineken in Suriname? Betekent dat dat er meer geld in kas komt, vooral voor Parbo of voor de Surinaamse brouwerij? That's too soon to tell. We hebben de prijzen zelfs verlaagd. Hè? Dus we hebben de prijzen van de lokale Heineken hebben wij met 5-7% verlaagd. Wat denk ik een hele belangrijke ontwikkeling is het statiegeld. Dus dat kun je hier zien, dat noemen we refresh, return, repeat. Iedereen is al gewend met de Jogo dat daar statiegeld op zit en dat wordt teruggebracht. En dat loopt heel goed. We krijgen elk jaar bijna 100% van de Jogo's en kratten krijgen we terug. Maar met Heineken was men dat niet gewend. Maar sinds maandag is er ook op Heineken flesjes is er 5 SRD statiegeld. Op het krat 50 SRD. Dus echt een mooi bedrag wat je ook terugkrijgt als je het ingeleverd. Dus wij doen echt een oproep aan onze klanten en consumenten om hier aan mee te doen. Want uiteindelijk doen we het voor een schoner Suriname. Er verdwenen afgelopen jaren, dat zie je helaas ook, veel te veel flesjes Heineken in die mooie natuur van Su.
En met statiegeld gaan we ervoor zorgen, met elkaar, met onze klanten en onze drinkers, dat al die flesjes gewoon weer terugkomen op de brouwerij, zodat wij ze vele malen kunnen hergebruiken. Dus statiegeld is een hele grote verandering. Dus komende maanden gaan wij ons focussen op een goede implementatie van een statiegeld. En inderdaad, ik weet denk ik waar je op doelt. Wij onderzoeken vrij concreet exportmogelijkheden. We hebben altijd gezegd, Suriname eerst. Laten we zorgen dat het eerst hier wordt gebrouwen voor de Surinaamse markt. Nou, dat is nu gebeurd. Dus we zijn nu serieus aan het onderzoeken wat er mogelijk is in de regio. Te beginnen met beide Guyana's. Dus daar zeker meer over volgend jaar. Helemaal. En waarom is het belangrijk dat de Surinaamse brouwerij meewerkt aan het milieu van Suriname, want je gaat zelf aan. Jullie hebben gemerkt dat er heel veel flesjes terecht zijn gekomen in het milieu. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie ook een handje hierbij helpen? Nou, we zijn een grote organisatie hier. Wij voelen maatschappelijke betrokkenheid. We hebben ons ook gecommuniceerd aan de Sustainable Development Goals van de United Nations, waar ook Suriname zich aan heeft gecommuniceerd. Daar proberen wij ook een voortrekkersrol in te nemen. En wij deden al een aantal dingen. Dus zo hebben wij 2 jaar geleden als eerste glasbakken neergezet voor gescheiden glasafval. Nou, dat loopt heel goed. Dus er is nu al bijna 350.000 ton glas is verzameld en door ons op de brouwerij gecrushed en verscheept naar Trinidad, waar het opnieuw kan worden gebruikt tot het tot maken van glas. Dus dat is geweldig. 2 statiegeld, nu ook op Heineken, schone Suriname. En wij hebben ons onlangs gecommitteerd om de komende jaren ruim 15.000 mangrovenbomen te gaan planten. In samenwerking met professor Naipaul van de Anton de Kom Universiteit. En daar spenderen wij per jaar ook €10.000 aan om ervoor te zorgen dat daar 15.000 plantjes komen. Want u weet, dat draagt bij aan biodiversiteit, dat beschermt onze kust. Maar het draagt ook bij tot significante CO2-reductie. Dus wij willen en wij zullen in 2030 volledig CO2-neutraal zijn als organisatie. Wij dringen ons waterverbruik significant terug. Dus het wordt eigenlijk steeds belangrijker. Vroeger was het een beetje een soort plan en een ambitie. Het zijn nu gewoon harde targets voor ons als organisatie om het verbruik van CO2 en van water en van glas afval terug te dringen tot aan nul in 2030 of eerder als dat lukt. Dus wij vinden dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en doen dat met trots. U zult daar ook meer over horen de komende maanden en jaren. Dat komt bij ons steeds hoger op de agenda. Het is altijd goed om te horen dat bedrijven ook nog hard hebben voor het milieu. Dat ze niet alleen denken aan winst maken, maar ook dat ze denken aan de omgeving om zich heen. Je gaf daar net iets aan van de Heinekenkratten. Zijn er wel Heinekenkratten? Want die wist ik niet dat er waren. En die zijn prachtig. Misschien kunnen we nog eentje laten zien beneden straks. Nee, er zijn sinds, nou, u heeft hier een foto. Maar er zijn schitterende Heinekenkratten op de markt. Zodat iedereen heel makkelijk zijn flesje in het krat kan terugzetten. Net zoals bij de Jogo. Maar dan nu voor Heineken. Dus allemaal hoort allemaal bij de introductie van de lokaal gebrouwen Heineken. Dus. En de kratten zijn voor de iets grotere flessen Heineken of voor de kleintjes? Allebei. Dus we hebben inderdaad de 60 cl fles. Daar hebben we een krat voor. Maar het grootste is deze mooie 50 cl fles. Daar is ook een krat voor. En wat zal er dan nog meer veranderen binnen Paarbo? Want ik weet nog dat je vaker aangaf dat jullie proberen de veiligheid ook op te voeren voor jullie medewerkers. Welke andere veranderingen kan men, vooral de consumenten en ook de winkeliers, kunnen zij verwachten vanuit de Surinaamse brouwerij? Nou, dank voor deze vraag. Inderdaad, in het kader van veiligheid van onze mensen, maar ook van onze klanten en onze consumenten, stimuleren wij al jaren cashless betalingen. En we weten dat in de Surinaamse maatschappij speelt cash nog een rol, maar wij willen daar eigenlijk helemaal vanaf. Dus wij hebben nu al geen enkele cash meer op de brouwerij. Daar zijn we helemaal vanaf. Dat wordt allemaal bij de banken 's nachts afgestort. En het grootste deel van onze klanten betaalt nu ook cashless. Dus daar zijn we heel trots op. Dat betekent veel meer veiligheid voor onze mensen. Die komen niet meer in contact met cash, niet meer in de vrachtwagen. En we hebben ook deze week dat nog meer gestimuleerd.
door al onze klanten een korting te geven van 1% als zij bij ons cashless betalen. En dat kunnen ze op 3 manieren doen. Ze kunnen uiteraard bij onze sales dames en mannen kunnen zij possen. Zij kunnen uiteraard via de bank overmaken. Maar zij kunnen ook de cash rechtstreeks bij de bank afstorten. Zodat onze mensen niet in contact komen met het geld. Ja, want wij willen onze mensen, onze trucks en onze brouwerij vrijwaren van omgang met cash. Dus en nu met 1% korting zien wij een enorme stijging. Dus wij streven naar zo snel als mogelijk volledig een cashless organisatie te zijn. En ik hoop dat andere bedrijven en onze klanten en onze consumenten ons daarin volgen. Dus als ik je goed heb begrepen, was de drempel niet al te hoog. Vooral voor de Chinese winkeliers om over te stappen tot cashless betalen. Want ik weet dat die groep nog een beetje groot is. Dat zij altijd geld bij zich hebben. En dat ze bijna iedere bedrijf die producten komt afleveren met geld betalen. Dus hoe was het om hun over de drempel te krijgen? Nou, we hebben met ze gesproken. Hè? En onze klanten die begrijpen ook dat er risico's zijn als je zelf veel cash houdt. Helaas zie je ook wat meer overvallen, ook bij winkels. Dus wij zijn ook in gesprek geweest met onze klanten afgelopen weken. En die steunen volledig deze maatregelen. Uiteraard, wij dwingen niemand. Wij stimuleren wel door het geven van een korting, een forse korting van 1%. En het bieden van verschillende mogelijkheden. Dus possen, overmaken, storten. Zodat we ook die klant tegemoet komen om nog steeds op een makkelijke, veilige manier te betalen met een mooie korting als extra motivatie. Maar we willen het in goed overleg met onze klanten deze stap genomen. Uiteindelijk is de keuze aan hen. Maar ook zij zien wel de noodzaak tot de ontwikkeling hierop. En nu ook met het in eigen huis brouwen van Heineken, is het assortiment wat gaan uitbreiden, neem ik aan. Nou ja en nee, hè. U bent van ons gewend dat we wel veel innoveren, dus ik drink hier nu die heerlijke Parbo sodawater, wat een groot succes is. We hebben vorig jaar Heineken 0.0 geïntroduceerd. Nou, de Heineken verpakkingen zijn in principe hetzelfde gebleven, alleen nu van Surinaamse bodem. De Rattlers hebben de Rattler 0.0 chiller en misschien achter mij, wij zijn sinds nu ruim een jaar exclusief importeur en distributeur van Diageo. En Diageo bevat allerlei prachtige merken zoals Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness. En wij zien dit jaar, zeker de laatste maanden, dat het steeds beter begint te lopen. Dus wij verkopen nu van sodawater tot de beste whisky in het land. En van alles daartussen. Dus wij zijn inmiddels echt een multidrankenbedrijf. En uiteraard zien we elkaar volgend jaar vast weer, want er komen wel weer wat nieuwe innovaties op de markt in 2023. Maar daar kan ik helaas nog niks Wij zijn benieuwd. Nee, absoluut. Maar zijn jullie dan ook al zelf overgestapt tot zelf van het 0.0 brouwen hier? Nog niet, daar is het nog te klein voor. Dus het wordt pas interessant van een bepaald volume. Maar zodra dat groeit, zullen we dat zeker overwegen. We willen zoveel mogelijk lokaal produceren. Dat is uiteindelijk duurzamer, dat zorgt voor meer werkgelegenheid hier. Het zorgt ervoor dat wij onze brouwerij maximaal kunnen benutten. Dus wij stimuleren zoveel mogelijk lokale. Je bent minder afhankelijk van alle toeleveranciers en alle onrust op de zeeën, zo nu en dan. Het doel is om zoveel mogelijk lokaal te produceren en dan waar mogelijk te exporteren. En als je dan zo kijkt, heb je dan een idee wat het tijdsbestek is voordat jullie zover zijn om zelf 0.0? Want je weet, iedereen houdt van bier, maar niet iedereen wil dronken worden. Nee, heel goed. We zien een vaste groep drinkers die op bepaalde momenten op de dag of in het weekend 0.0 drinken. Dat is nog een relatief kleine groep, wel een trouwe groep. En wij verwachten, en dat zie je ook in landen waar het al langer is, dat het gewoon 1, 2, 3 jaar duurt voordat meer mensen begrijpen wanneer je drinkt, waarom je drinkt. De smaak is fantastisch. De Heineken 0.0 is het beste alcoholvrije biertje ter wereld. Dus de smaak is goed. We hebben geduld. We doen het ook omdat wij mensen een verantwoorde keuze willen bieden. Dus wij verkopen alcohol, maar we bieden ook altijd een alternatief. Sodawater, Rattler 0.0, Heineken 0.0. Dus het hoort ook bij onze verantwoord alcohol agenda om ook alternatieven
aan te bieden voor de consument. Reinoud, we zijn altijd al een beetje familiair geweest, dus vandaar de mensen het niet kwalijk moeten nemen dat ik gewoon bij je voornaam noem. Het is altijd leuk om een bezoekje te brengen aan de brouwerij. We hopen toch nog even voor eind van het jaar, voor een eindejaarswens, nog even langs te komen om de Surinaamse, of misschien zelfs voor kerst, om een kerstwens en een nieuwjaarswens te komen halen. Nou, dat mag altijd. En we hebben nu heel veel aandacht gegeven aan Heineken. Maar uiteindelijk, u ziet hem hier, ons trots, ons kloppend hart blijft Parbo. Dus wij zullen de consument zal ook in december en daarna heel veel van ons horen. Van het Parbo, een merk met campagnes, promoties, events komen eraan. Dus houd onze social media pagina's in de gaten. Want wij zullen met Parbo willen wij ook weer veel meer terug gaan geven. Aan de samenleving en dingen organiseren waar de samenleving van kan genieten. Zoals afgelopen zaterdag met Heineken is gebeurd. Kan je dan misschien een tipje van de sluier geven? Een klein tipje? Klein tipje. Nou, ik denk dat onze trouwe Parbo-drinkers heel goed weten wat Parbo heeft gedaan. Maar we willen ook mensen verrassen met Parbo. Dus ik ga toch nog niet te veel aan je vertellen. Maar misschien richting kerstmis praat ik je bij. Helemaal. Nee, maar heel hartelijk dank voor de nieuwe informatie die we bij hebben. Vooral voor met statiegeld nu. Dat een beetje is vooral op Heineken nu. En ook nog voor het cashless betalen voor de consumenten zelf en ook de winkeliers. Heel hartelijk dank voor de info. Het is altijd leuk om even bij te babbelen. En bedankt. Dankjewel Sifra, tot de volgende keer. Ja, kijkers, dat was dus voor dit deel van een gesprek met jou door alle enthousiasme heen. Kan je een beetje over wat woorden struikelen. Ik heb nog niet gedronken hoor, maakt u zich niet druk. Maar bedankt, gaat u niet weg? Het tweede deel is zo om de hoek. Blijft u kijken. Als ik de namen Henk van Vliet, Odette Miranda, Rudolf Heidanus opnoem, dan kan je hem gelijk linken met Suripop. Maar we willen wel weten van waar het idee eigenlijk en wat het nou eigenlijk inhoudt. Dus vandaag praten we met mevrouw Odette Miranda. Odette, welkom in ons programma In Gesprek Met. Hoe gaat het? Dankjewel, met mij gaat het heel goed. Dankjewel voor de gelegenheid dat we mogen praten over Suripop. Het is altijd een eer. We hebben dus over een aantal dagen de 21ste editie van het Componistenfestival. Het idee is 40 jaar geleden, ietsje langer dan 40 jaar geleden begonnen. Toen er enkele pioniers, en dat waren er mensen zoals Frank Cameron, je zei het al net, Henk van Vliet, maar ook Leni Healy, Bennet Dutenhofer, Harto Samini Harjo, Juan Navia, allemaal bij elkaar gekomen zijn en eigenlijk een beetje op zoek waren naar een muziekontwikkeling in Suriname, omdat allemaal hele creatieve geesten waren. Mevrouw Healy en de heer Dutenhofer die hadden een advertentiebureau, dus die waren natuurlijk heel goed in het marketen. Juan Navia had een muzikale achtergrond, Harto had een productieachtergrond. Dus die mensen bij elkaar hebben dus zeg maar het concept van Suripop ontwikkeld op dat moment. En Frank Cameron was er natuurlijk ook bij. Er is toen de stichting opgezet, 40 jaar geleden. En eigenlijk zijn toen de contouren van Suripop duidelijk geworden. En het kwam erop neer dat het de bedoeling was dat er aan Surinaamse muziek op hoog niveau zou worden gewerkt. En het is eigenlijk uitgebouwd tot het Suripop dat we nu nog kennen. Er zijn door de jaren heen natuurlijk veel ontwikkelingen geweest, af en toe een wijziging in het concept. Maar het basisconcept van hoe Suripop uitgevoerd moet worden is nog steeds hetzelfde. Ja, en dat is dus dat mensen, als je nou wel of niet professioneel met muziek bezig bent, je een nummer mag schrijven, dus een tekst en een melodie, die mag inzenden en dat ontwikkeld wordt tot een volwaardig nummer met alles erop en eraan. Met ondersteuning van arrangeurs en vocalisten die van buiten allemaal erbij gehaald worden tot een finale product. En dat was in het verleden een cd. Nu is het geen cd meer, want alles is digitaal, maar door de jaren heen hebben we die ontwikkeling wel doorgemaakt. Je gaf het zo mooi aan, je hoeft niet per se professioneel bezig te zijn met muziek. Maar wat zijn de procedures eigenlijk als ik een nummer wil schrijven? Waarop wordt er gelet of waarop moet ik letten? Ja. Als je inzendt, er zijn meestal 70 inzendingen ongeveer. De laatste paar edities zijn er tussen de 70 en de 80 inzendingen.
En we merken dat het ook veel mensen zijn die eigenlijk van huis uit ook tekstdichters zijn. Dus tekst is heel erg belangrijk. Als je namelijk meedoet, dan wordt er op twee criteria gelet. Je tekst geldt dus voor 50% van je puntenwaardering en de melodie is 50% van je puntenwaardering. Dus sommige mensen die wel professioneel met muziek bezig zijn, of in ieder geval een beetje verder dan alleen maar het hobbyën, die sturen hun inzending in en dan is het bijna dat je denkt van, hé, wacht even, dit is al bijna voor de helft af. Natuurlijk nog niet professioneel opgenomen en zo, maar wel al in het vergevorderd stadium van het concept. Maar die tellen ook mee. Onze jury van de voorselectie, die dus ervoor moeten zorgen dat die 70 inzendingen 12 worden, dat zijn wel allemaal mensen met een muzikale achtergrond. Dus dat zijn wel echt mensen die dus bijvoorbeeld lesgeven of mensen die muziek produceren. Die zijn allemaal wel deskundig op het gebied van muziek. Want je moet kunnen filteren. Als je iets hoort met een, bijvoorbeeld een hele magere melodie, maar er zit wel wat spannende elementen in of vernieuwende combinaties in, dan moet je dat eruit kunnen herkennen. En dat is dus daar de reden waarom we de jury van de voorselectie wel kiezen uit deskundige mensen, ook deskundige mensen die te maken hebben met tekst schrijven. Dus je kan, als je een tekst hebt en een melodie, dan mag je dat insturen. Ja, als je wil, het is altijd beter om daar natuurlijk ook een muziekinstrument aan toe te voegen. Sommige mensen doen er al 2 of 3 muziekinstrumenten bij. Dus het hangt helemaal ervan af. Maar de deskundigheid van de jury kan dus wel bepalend zijn voor, het maakt niet uit wat je instuurt om toch nog de beste nummers eruit te halen. En ik me altijd afgevraagd, hoe ziet het proces eigenlijk eruit? Dus ik stuur mijn nummer op. Wat moet ik precies opsturen? Is het gewoon een tekst dat ik opstuur? Moet ik het al hebben opgenomen? Hoe ziet dat hele proces eruit? Tot naar de finale toe. Of daarvoor selectie en dan de finale. Nou, dus je minimaal wat je moet doen voor de inschrijving is een tekst en een melodie. Dat zijn wel de vereisten. Als je alleen een tekst opstuurt, daar kunnen we niks mee. Dat is geen muzieknummer. Tekst en melodie, minimaal. Hoe meer je doet, hoe meer je kans maakt dat het natuurlijk een hoger scoort in de voorselectie. Maar nogmaals, het gaat om de kwaliteit van je tekst en de melodie die je erbij plaatst. Als je dan gekozen bent tot een van de 12 finalisten, dan word je uitgenodigd om deel te nemen aan dus de volgende Suripop-editie. En dan word je begeleid door onze musical director. Die stelt dan een arrangeur aan. Een arrangeur is meestal de persoon die samen met de persoon die ingezonden heeft, dat heet de componist, gaat zitten om het nummer wat meer body te geven. Meer muziekinstrumenten erbij, wat voor karakter moet je vocalist hebben, of misschien moet het een man zijn, moet het een duet worden, wil je er een bachata van maken, wil je er een ballad van maken. Dus dat zijn allemaal elementen die meegenomen worden en de componist bepaalt. Dus zij zeggen van, nou, dit had ik in mind, zo had ik het in mijn hoofd, ik wil toch wel misschien een blaasinstrument op dit een punt erbij, of op dit moment een saxofoon, of in het hoogtepunt wil ik een koor. Afhankelijk van hoe de componist dat ziet, bepaalt de arrangeur als het muzikaal technisch kan. En dan wordt er samen een product gemaakt. En dat wordt gedaan onder begeleiding van onze musical director. En de musical director is de persoon, de muziekexpert, die door de stichting aangesteld wordt om het hele proces te begeleiden. Zo worden 12 mensen begeleid door verschillende arrangeurs. Sommige arrangeurs hebben 2 nummers tot een finaal product en dan komen ze in de studio en dan wordt alles opgenomen, alle instrumenten, alle zang en dan wordt het gemixt tot dus de 12 finale composities. Spannend, een heel spannend proces in ieder geval, maar kies jij zelf als componist wie jouw lied gaat vertolken of wordt dat gedaan door Stichting Suripop zelf? Ja, je mag altijd komen met een suggestie, want in principe wordt er wel zoveel mogelijk meegegaan met jouw suggestie omdat het jouw nummer is. Maar de arrangeur en de musical director die mogen bepalen of je adviseren is eigenlijk meer het woord. Van je kies liever een andere zanger of liever een andere zangeres. Dat past beter bij je nummer. En soms komen er ook 3 of 4 mensen om te kijken als hun stem wel past bij het nummer dat ze hebben uitgezet. Dus het kan gebeuren dat een nummer een aantal keer is geswitcht van vocalist voordat je tot de finale versie komt. Oké, geweldig. En wat ik heb gemerkt, je hebt ook heel veel componisten die zelfs ook wel zingen.
Maar ik heb nooit eigenlijk gezien dat iemand die geschreven heeft, zeg maar, ik heb een lied geschreven dat ik het zelf mag zingen. Is dat verboden of zo? Is er een reden waarom dat niet mag of niet gedaan wordt? Verboden is een beetje een zwaar woord. Het zijn gewoon de regels van de competitie. En er is ook een reden achter. Het kwam er namelijk op neer dat toen dit festival ontwikkeld werd, of toen het bedacht werd, toen hebben ze dus eigenlijk het uitgangspunt geweest, er moeten zoveel mogelijk mensen bij betrokken zijn, omdat je daardoor zoveel mogelijk talent ontwikkelt. Dus daarom krijgt iedereen een aparte rol. Dus de componist is de componist, de vocalist krijgt een aparte rol, er is een aparte arrangeur. En op die manier maak je de groep die erbij betrokken is en ermee belast is veel groter. Waardoor je veel meer mensen de kans geeft om ook hun talent te ontwikkelen. Dus dit zijn gewoon de regels van deze competitie. En misschien komt er een keer een andere competitie waarin de regels anders zijn. Maar de regels van Suripop zijn deze. En ik heb niet het idee dat we dat zullen veranderen. Er zal er eerder nog een andere competitie bij komen. Maar dit is het concept. En het concept heeft een bepaalde gedachte. En ik heb niet het idee dat we zullen loslaten van die gedachte. Ja, dus nu snap ik het beter. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn aparte rol. En, het moet breder worden. Ja. Dus en dan geef je ook het podium eigenlijk aan verschillende mensen om hun talenten te tonen. Ja. Oké, prima. En als we 40 jaar teruggaan, waar Suripop eigenlijk gestart is, en we kijken naar de transformatie die is ondergaan, kunnen jullie als stichting Suripop trots terugkijken en zeggen, we zijn blij waar we tot zover zijn gekomen? Ik, absoluut. That just goes without saying. Kijk, het feit alleen maar dat we er 40 jaar zijn. Ik bedoel, er zijn, ik weet het niet, ik ben er niet nagegaan, maar er zullen niet echt heel erg veel organisaties, muziekorganisaties zijn, die na 40 jaar er nog staan. Dus sowieso, los daarvan zijn we wel het grootste platform dat consistent om het ene jaar gewoon 12 op niveau muzieknummers presenteren aan de Surinaamse gemeenschap. We zijn wel het grootste muziekfestival wat Surinaamse muziek betreft. Want je hebt natuurlijk een heleboel shows en dergelijke, maar dat je inderdaad zegt, oké, is goed, dit is het platform waarin inderdaad mensen komen en op die manier worden geprofileerd. Ja, dat zijn we wel. En we zijn heel erg trots, ook omdat Suripop wel bewezen heeft dat we eigenlijk de test van de tijd doorstaan. In het begin had je hele andere muziekstijlen en muziekvormen die nu ook nog steeds, 40 jaar later, nog steeds klassieker zijn. Dus ja, daar zijn we hartstikke trots op. Maar de muziek is mee ontwikkeld en het is ook meegegaan met de tijd. Als je nu luistert naar de nummers, hebben de nummers wel degelijk een andere sound en een andere feel en veel meer invloeden van buiten. Dus we zijn niet stil blijven staan, we zijn wel meegegaan. Sommige mensen vinden dat jammer, omdat ze eigenlijk terug willen naar wat het oude en dat nostalgische. Maar ja, als je een nummer 40 jaar geleden hebt gehoord, dan heeft het 40 jaar de kans gekregen om in je gevoel zeg maar verbonden te zijn. Maar de nieuwere nummers die hebben nog niet zoveel kans gekregen om dat te doen. Los daarvan, we worden wel gechallenged door muziek van buiten. Door het internet en eigenlijk iedereen alles met een druk op de knop in hun hand heeft, de hele wereld, is de challenge om je Surinaams muzieknummer daar te krijgen natuurlijk groter. Want er is enorm veel afleiding en elke dag worden er zoveel verschillende nummers gemaakt, ook door andere Surinaamse artiesten. Alles is veel meer bereikbaar, maar toch merken we dat Suripop elke keer wel weer met een heel warm gevoel wordt ontvangen. Mensen uiteindelijk toch wel zoeken naar iets dat van hun is. En dat is denk ik het belangrijkste element. Ja, en dat is eigenlijk de woorden uit mijn mond gehaald. Veelal wordt er eerder naar de Suripop nummers geluisterd. En mensen vinden die transformatie niet altijd leuk. Maar het is wel te verwachten in een DNA waarin we leven. Alles is aan het transformeren, dus dat snap ik wel helemaal. Maar van waar de naam Suripop? Want ik vergat dat te vragen aan het begin. Zoals ik me heb laten vertellen, want ik was er natuurlijk niet bij toen, is dit dus ontstaan in de muziekstudio van Harto Somani Harjo. Hij was er ook bij, ik had zijn naam ook al genoemd in het begin, omdat hij muziekproducent was. En er was vroeger, kennelijk waren er meer muziekfestivals, maar die waren heel etnisch gebonden. Die waren, als ik me niet vergis, Suri Jawa, Suri Hindi, Suri, hou me ten goede. En toen op een gegeven moment heeft hij gezegd van, hey, luister nou, laten we dat ding algemeen houden, laten we het gewoon Suripop. En toen is die pop ontstaan voor popular song, want dat is uiteindelijk wat het is. Het is niet voor, het gaat om het populairste lied, het gaat niet om een pop song, het gaat om het populairste lied. Suriname popular song. En zo is die samensmelting dan gekomen en Suripop is ontstaan als naam.
En 3 december is dus de finale show, toch? Dat heb ik correct. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten op 3 december? Allemaal vast beginnen te zeggen dat 3 december een hele speciale editie is. Het is de 21ste keer dat we samen zijn. Wat maakt deze editie voor mij zo speciaal? Dus als je kijkt naar het deelnemersveld, dat volgens mij 10 van de 12 mensen ook echt een echte muzikale achtergrond hebben. Er zijn rappers bij, mensen uit de gospelwereld, mensen die ook echt in het vak zitten met theater en cabaret. Dus er zijn enorm veel talenten die al in die sector bezig zijn geweest, die mee hebben gedaan. Dus ook echt jonge mensen, twintigers, dertigers. Dus niet alleen maar de oude mensen zo, die de muziek van 40 jaar geleden hebben gemaakt, die doen mee. Maar die zitten er ook bij. Maar veel jonge mensen en veel jonge mensen die eigenlijk al in het vak zitten. En dat is voor mij persoonlijk een hele bijzondere ontwikkeling. Want dat wil zeggen dat Suripop nog wel ook leeft onder de volgende generatie. Mensen willen gewoon meedoen aan Suripop. Ze willen gewoon dat hun nummer op dat niveau wordt geproduceerd en op zo'n prachtige grote stage wordt geshowd met alles erop en eraan. Het is een droom als je naar ze luistert en ik heb ze allemaal geïnterviewd, dus ik heb het gehoord wat vaker. En dat, voor hun is het het hoogste niveau en dat willen ze heel graag. En ik vind het wel mooi, want dat wil zeggen dat Suripop wel degelijk doorgaat, ook in de next generation. Dat vind ik het eigenlijk het allermooiste van deze editie. Los daarvan, het competitie-element is echt voelbaar. Mensen hebben zich echt uitgesloofd, sowieso door corona zijn mensen extra fired up. Natuurlijk, want ze hebben 2 jaar langer moeten wachten om hun nummer op het podium te krijgen. Maar ook als je kijkt naar de videoclips, hebben we daar toch een bijzondere ontwikkeling kunnen zien van het niveau van de clips die er gemaakt zijn in deze Suripop-editie. En je kan het alleen maar toejuichen. Niet alleen maar dat, alle componisten hebben ook de vrijheid genomen om zelf hun nummer te promoten en zelf allerlei leuke dingen en challenges en dergelijke dingetjes te lanceren om hun nummer onder de aandacht te brengen van het publiek. En dat is gewoon geweldig. Om dat te zeggen dat wij de facilitator zijn, maar dat andere mensen ook de ruimte krijgen om het festival te kunnen laten groeien. Dat is fantastisch. En wat kunnen we verwachten van Suripop in de toekomst? Zoals ik het al zei, het concept van Suripop gaat niet veranderen. Dit is wat het gaat zijn. Totdat ook de tand destijds zal eisen dat het verandert. Op dit moment is dat nog niet zo. Ik heb het net uitgelegd. Als we juist de nieuwe generatie erin kunnen krijgen. En zij kunnen er inderdaad verder mee, want ze zijn zo enthousiast erover. Of ze hebben het deze keer de finale gehaald, maar de volgende keer willen ze de prijs halen bijvoorbeeld. Dan denk ik dat het wel goed zit om te kunnen zeggen dat we onze intrede hebben gedaan bij de jongere generatie. Dus we gaan vinger op de pols moeten houden om te kijken wat het veld wil. Maar vooralsnog denk ik dat dit concept wel gaat blijven. Wat een hele grote wens is van de stichting eigenlijk al jaren, is dat we eigenlijk meer willen gaan ontwikkelen. Want onze naam eigenlijk dwingt ons om naar andere vormen van kunst en cultuur of andere uitingen van muziek te gaan kijken. Zoals je bijvoorbeeld zegt, mensen die een muziekinstrument spelen en ook zingen, om hun ook de gelegenheid te geven. Maar we willen bijvoorbeeld ook zeggen van oké, laten we een selectie maken van nummers die nu in het Surinaams gezongen zijn. Misschien kunnen ze doorbreken in het Engels. Dus dat zijn verschillende, als je zegt van oude nummers misschien moderniseren. Dus dat zijn verschillende ideeën die we eigenlijk zouden willen, waarmee we aan het spelen zijn, die we willen uitvoeren. Maar de stichting is, hoe je het ook draait of verkeerd, nog steeds een vrijwilligersorganisatie. Er komt enorm veel geld bij kijken om het hele traject van 1,5 jaar te financieren. Want het is niet alleen maar de show in Nis waar we naar kijken. We kijken naar het hele traject, het moment waarop de inschrijving opengaat. Daar beginnen de kosten al te lopen. En eigenlijk, mensen realiseren zich dat niet, maar je bent 1,5 jaar bezig een product te ontwikkelen. En de kaart is duur, ja, dat hebben we veel gehoord. Maar in our defense, punt 1, ik heb het net uitgelegd, je betaalt niet alleen maar voor de show daar. Je betaalt voor het hele traject, want dat kost het om die muzieknummers daar te krijgen op dat niveau. Niet alleen maar dat, als ik kijk naar wat er wel betaald is, of wat er wel bereid is betaald te worden voor buitenlandse artiesten, dat vind ik wel jammer. Dan heb ik al zoiets van, hey boy, dit is een 100% Surinaams product. Waarom? Wanneer gaan we nou een keertje stoppen met alles van buiten beter vinden? Want ik challenge die mensen ook die Suripop van 40 jaar geleden beter vonden. Niets tekort doende aan die groep. Maar Suripop van nu is nog steeds goed.
en geven de kans om inderdaad te luisteren, maar meer nog de waardering voor Suriname boy. Want als je werkelijk $150 bereid bent te betalen voor een ticket voor een buitenlandse artiest, vind ik het eigenlijk best jammer en daar word ik best verdrietig van, dat mensen daar inderdaad zoveel commentaar hebben op de prijs van tickets. Ik begreep dat het niet voor iedereen betaalbaar is, laat me dat direct erbij zeggen. Maar ik vind wel dat als we inderdaad Suriname willen opbouwen, want dat is wat we willen, en ook onze muziekcultuur die ons ver kan brengen, want we kunnen een paar namen noemen van mensen die internationaal zijn doorgebroken, dat kost geld. Het kost gewoon geld. Als je ook kijkt naar sporters, om sporters te trainen. Leuk dat je nu Biggie Boy ziet en Wisse en Soma en al die mensen die op het kickbox en MMA podium staan. Maar weet je hoeveel het gekost heeft om ze daar te krijgen? Maar ze dragen wel de vlag van Suriname uit. Dat zijn onze mensen. Dit is ons product die hier in Suriname wordt gepresenteerd, geproduceerd. En het is echt, er is niks van buitenbij. Alles is gewoon van hier. En dan denk ik, ja, boy, kom. We need the support. Dat is wel wat we nodig hebben. Helemaal. Nou, Odette, dat was een heel geweldig gesprek. Ik heb in ieder geval veel meer informatie over wat het eigenlijk inhoudt. En ik denk de mensen thuis ook. Dus hartelijk dank dat je tijd vrij hebt gemaakt in je superdrukke schema om toch met ons te praten over Suripop. Heel hartelijk bedankt dat ik mocht, want als we jullie niet hebben, dan kunnen we deze belangrijke boodschap ook niet de deur uit doen. Dus het is even belangrijk dat jullie er ook aandacht aan besteden, zodat we de mensen thuis wat meer informatie kunnen geven. Want dat is de enige manier waarop ze wel aan boord kunnen krijgen. Ja.